Het begon allemaal met deze, de Steam Deck. Maar ondertussen is er ook een nieuwe versie met OLED-scherm. Asus heeft ook zo'n ding gemaakt. Lenovo ook. Dus ja, welk van deze vier kies je dan? Hoi, ik ben Jelle en ik ben een gamer. En ik wil ook nog wel eens onderweg gamen. En toen dit ding, de Steam Deck, uitkwam, had ik hem bijna meteen besteld. Want ja, het is echt zo'n hebben dingetje. Een apparaat waarmee je overal je Steam games kunt spelen. Wie wil dat nou niet? Nou, Asus en Lenovo bijvoorbeeld, want die willen dat je hun gaming handheld koopt. En dan heb je bijvoorbeeld deze, de Asus ROG Ally of de Legion Go, die is van Lenovo. En hoewel ze qua concept best wel allemaal op elkaar lijken, zijn er ook veel verschillen tussen deze apparaten. Deze twee draaien Windows bijvoorbeeld, maar ze hebben ook andere hardware. Dus laat ik maar met die hardware beginnen. De Ally en de Legion Go hebben een AMD Z1 Extreme processor. En die Z1 die heeft 8 Zen 4 cores, terwijl de Steam Deck 4 Zen 2 cores heeft. Minder cores en van een oudere generatie dus op die Steam Deck. En bovendien heeft die Z1 een RDNA 3 GPU met 768 cores. En de Steam Deck, daar zit een RDNA 2 GPU met 512 cores in. Nou, wat levert dat nou op? In games zijn die ROG Ally en de Legion Go ongeveer anderhalf keer zo snel als de Steam Deck. En ja, dat is wel significant hoor. Kijk, hier zie je een voorbeeld van Cyberpunk. Dat is een zwaar spel. En daarbij zit je gemiddeld op 30 fps op de Steam Deck. Gemiddeld, dus soms zit hij daar ook onder. Ja, en dat is echt wel op het randje van wat speelbaar is. De Legion Go en de ROG Ally, die zitten rond de 50 fps. Nou, oudere games zoals GTA 5, dat draait allemaal wel soepel. Maar voor zware games kun je dus beter geen Steam Deck kopen, maar een van deze twee. Ja, en laat ik dan bij de ROG Ally beginnen. Het is de kleinste, ook de lichtste. Hij heeft twee speakers hier aan de voorkant zitten waar echt verbazend goed geluid uitkomt. Normaal heb ik het niet over de speakers, want die stellen meestal niet veel voor. Maar bij dit ding vielen ze echt op, in positieve zin. Hij ligt niet zo lekker in de hand als de Steam Deck en dat komt omdat hij best wel plat is. Bij de Steam Deck kan je handen er beter omheen vouwen. En dat heeft deze niet. De joysticks en de knoppen die voelen wel goed aan, zijn vergelijkbaar met een Xbox controller. En de rechter joystick en de schouderbutton die kun je ook als muis gebruiken. En dan kun je afvragen, ja, waarom? Ja, omdat die dus Windows draait en dan heb je de muis af en toe nodig. Het grote voordeel van Windows is dat vrijwel alle games erop draaien. 89% van wat er op Steam staat draait op Windows. En de Steam Deck die draait SteamOS. Dat is gebaseerd op Arch Linux. En als je gaat kijken wat daar gegarandeerd op draait, dan is dat maar 8,3%, terwijl 2,3% echt niet werkt. En ja, dan is er dus nog 90% van de games over waarbij het onduidelijk is of het werkt op de Steam Deck. Nou, er zit heel veel rommel bij hoor. Bij grote games is er meestal wel support voor de Steam Deck, maar mijn punt is, ga je voor gamecompatibiliteit en wil je zonder omwegen dingen als Xbox of Uplay gebruiken, kies dan een ROG Ally of een Legion Go. Maar dan zit je wel met een beetje een gare interface. Ja, want Windows is niet echt bedacht voor dit soort apparaten. En daarom hebben Lenovo en Asus een soort van eigen launcher gemaakt. En ja, dat werkt op zich wel goed als alles geïnstalleerd is. Maar als je dan een notificatie van Windows Update krijgt, dan moet je toch weer wisselen naar de Windows desktop. En nou ja, het is een beetje de vraag hoe erg dat is. Ik kan me ook wel voorstellen dat er mensen zijn die dit ding aan een dock hangen en hem juist als volwaardige Windows computer gebruiken. Dat kan ook, maar je hebt niet de ervaring die je op de Steam Deck hebt. Dat SteamOS dat is gewoon gemaakt om met joysticks te bedienen en dat werkt gewoon vlekkeloos. Nog even terug naar die Windows handhelds. Ik heb het namelijk nog niet over de Legion Go gehad. Ja, die is groter, zwaarder dan die ROG Ally, maar hij heeft wat slimmigheidjes. Je kan hem bijvoorbeeld, dankzij deze kickstand, neerzetten. En dan kan je ook nog eens de controllers eraf halen. En dat is best wel handig, want zelfs die ROG Ally die kan na een tijdje best wel zwaar worden. Het enige ding is, je kunt die controllers niet in een houdertje stoppen, zoals bij de Nintendo Switch. Dus je moet ze vasthouden. Maar nou, er valt op zich wel aan te wennen. Ik vind ze wel een beetje goedkoop aanvoelen. Ze zijn licht. De joysticks zijn prima. Maar de knoppen zelf, mwah, voelen een beetje goedkoop aan. Wat ik ook een nadeel vind aan deze controllers is dat er ontzettend veel knoppen op zitten. En die kun je per ongeluk indrukken.
De reden daarvoor is dat je de rechtercontroller, deze dus, als een soort van verticale muis kunt gebruiken als je hem in dit plaatje klikt. En ja, dat werkt eigenlijk voor geen meter. Hij valt niet lekker in je hand, omdat deze pogo pins en deze joystick die drukken in je hand. En als je heel enthousiast beweegt, ja, dan komt de controller gewoon los uit dat voetje. Kortom, grappig bedacht, maar bespaar jezelf deze ellende en neem gewoon een losse muis mee. Ja, en over muizen gesproken, er zit dus een touchpadje op die rechtercontroller van de Legion Go. Maar het beste touchpad, ja, dat zit dan toch op de Steam Deck hoor. Die hebben twee touchpads, links en rechts. En er zitten trilmotortjes in en dat geeft je echt het gevoel dat je veel meer precisie hebt dan deze hier. Wat Steam Deck ook goed doet, is het scherm. Want na die eerste generatie kwam deze, de Steam Deck OLED, te herkennen aan de rode powerbutton. En dat OLED-scherm vind ik voor een gameconsole wel de beste keuze. De resolutie is 1280x800, dat is best wel laag. Maar ja, de hardware is ook niet superkrachtig. En als je hem gewoon op deze afstand houdt, ja, dan is die resolutie prima. Het scherm kan ook HDR weergeven, heeft supersnelle responstijden en is eigenlijk het grote verschil tussen de originele Steam Deck en die nieuwe. En wat mij betreft een hele goede reden om voor de OLED-versie te kiezen. Bij Asus en Lenovo hebben ze juist voor hoge resoluties gekozen. En dat snap ik niet helemaal, want ja, het beeld ziet er mooi scherp uit. Maar de GPU moet er ook weer harder voor werken en dat gaat ten koste van je framerate. Het Lenovo-scherm is wel lekker groot, 8,8 inch. Werkt ook nog eens op 144 hertz. Maar ja, daar heb je niet veel aan, want hij heeft best wel slechte responstijden. Dan kan je beter de Asus hebben, die werkt op 120 hertz. Maar daarvoor reageert het scherm wel veel sneller. Ja, en als je dan verder kijkt, dan zijn er nog wat puntjes waarop de Lenovo eigenlijk de minder is. Zijn koeling, die maakt de meeste herrie tijdens gamen, terwijl de ROG Ally de stilste is. Steam Deck zit er tussenin. En als je kijkt naar de accuduur, dan doet de Legion Go het ook niet bijster goed. Dat komt waarschijnlijk door die hoge resolutie, die hoge refresh rate en gewoon het grote scherm. Daarbij moet ik wel zeggen dat deze accutest gedraaid is bij hele lichte belasting. En als je gaat gamen, ja, dan is eigenlijk, maakt het niet zoveel uit, bij al deze handhelds is binnen een uur of twee de accu wel leeg. Alles opgeteld maakt het voor mij de keuze niet makkelijker, want eigenlijk wil ik een handheld met de bediening van de Steam Deck, de compatibiliteit van Windows, SteamOS interface, maar ook wel weer die snelle Z1 Extreme processor. Nou, twijfel jij ook? Dan kan de prijs misschien wel het verschil maken. Bij de Steam Deck zou ik voor de nieuwe OLED versie gaan. Dat scherm dat maakt echt wel verschil, maar die kost €570. Vind je dat te veel? Dan zou ik voor een tweedehands LCD-versie gaan. Er staan er heel veel op Tweakers Vraag en Aanbod. Link daarvoor, die kan je in de beschrijving vinden. En als je daar toch bent, laat natuurlijk even een like achter. Wil je een handheld die Windows draait, dan kan je bijna alle games spelen. En dan ben je voor €600 klaar met de ROG Ally. Terwijl de Legion Go €800 kost. Ze zijn bijna even snel. Bij die Legion Go krijg je een hoesje en hij heeft die afneembare controllers. Maar is dat je €200 waard? Ik vind van niet. Met de huidige prijs zou ik daarom ook voor de ROG Ally kiezen. Ja, deze vier die hebben we nu gehad, maar er komt nog meer aan. MSI heeft binnenkort de Claw en wil je die video niet missen, abonneer dan even op het kanaal.